onzinnige projecten en verspild geld. Nu bij Cas van Iersel in Over de Balk. Hi, welkom bij Over de Balk. We gaan weer eens kijken hoe ze onze bij elkaar geschraapte belastingcentjes rondstrooien. De teller staat na vorige week op 2.750.867.250 verkwiste euro's. Daar gaan we toch een hoop leuke dingen voor kunnen doen. Er komt vandaag nog lekker wat bij. In Leiden hebben ze bedacht dat fietsen een beetje dynamischer moest worden. Dit kan gewoon niet. Ik vind het echt gevaarlijk. Je hebt een vlak stuk en ineens begint die regel. Een groot vlak stuk. Je verwacht hem eigenlijk niet. De fietser die valt erover en de automobilist die racht eroverheen. Mocht je ineens hier in de buurt komen, dan schrik je. Je wil weer terug, maar je kan niet terug, want die regel ligt daar zo. Nou, we hebben gezien een racefietser die echt over de kop ging. We hebben een scooter gezien die over de kop ging. Het is meer een moderne valkuil. Ja, ik kon eerst ook mijn lachen niet houden toen ik dat zag, maar het is eigenlijk best erg. In 2 maanden tijd vielen er stapels gewonden bij deze fietsriggel. En zelfs 1 dode. Eerst was het komisch. En dan denk je, potverdorie, we staan aan de hand. Dat was gewoon te gek. Nou, we hebben pleisters uitgedeeld. En toen het 43e slachtoffer was gevallen, toen besloot de gemeente er wat aan te doen. Op aandringen van de politie nog, hè? Kijk, als er mensen vallen, of ze daar nou over klagen of niet, wij krijgen signalen ook van de politie, dan nemen we dat heel serieus. Gelukkig maar. En als de wethouder wat serieus neemt, dan bedoelt hij dus dit. Een afzetting. Ze hadden dus gewoon even moeten doordenken van, kan dit niet? Nou, dit kan dus duidelijk niet. Leijen vond dat het dus wel kon. Al die slachtoffers, boze fietsers en nutteloze werkverschaffing. Hoe kom je op het briljante idee om zo'n hindernis neer te leggen? De gemeente heeft geprobeerd het langzaam verkeer veiliger te maken. Wij hebben nooit geen ongeluk uit huis te zien. En die zijn er nu wel. Als je het eenmaal gezien hebt, dan weet je precies hoe je moet fietsen. Maar als je een fout maakt en op het wegdek rijdt en je wil die fout heel snel herstellen, kan ik me voorstellen dat je dan valt. Maar dat is niet de bedoeling. Oh, fijn. Even kort, in Leiden hebben ze dus een oplossing gevonden voor een niet bestaand probleem. En nou zijn er ineens veel meer ongeluk. Blijft dat nou zo, die regel? Dat wil ik de komende weken goed bekijken. En dan nemen we besluit of we deze oplossing ook de uiteindelijke vinden. Nou, ik vind gewoon vlak maken. Ja, dit is natuurlijk pure geldverspilling. Ik zie er echt het nut er niet van in. Ik vind dat Leiden goed heeft geïnvesteerd in het fietsveilig maken van deze stad. Nou, ik zie dat is weggegooid geld. Gewoon nutteloos. Ik denk ook dat ze het na een maand of 2, 3 weghalen. Geruisloos. Ach, die fietsers die schrijven Leiden nou gewoon met een lange ei. Met die prachtige richel ging er, naast alle persoonlijke leed natuurlijk, 10.350 euro over de balk.